twee jaar. Dus nu is het jaar en een maand of zeven ongeveer dat ik speel. En ik ben begonnen met de resten en ongeveer drie maanden speelde. Een jaar en een half ongeveer. Ik heb al veel bijgeleerd in de rest, vooral feedback. Dat is hetgeen dat ik nodig had dat ik begon. Omdat je niet weet dat je goed bezig bent of niet. Je weet niet waar je moet beginnen, welke dingen dat er goed zijn om te oefenen. Je weet niet wat je verkeerd doet, dus dat was wel een groot voordeel. Je gaat veel rapper vooruit. Gitaar te spelen is, zoals mijn muziekgenre, meestal redelijk smal. Meestal rockmuziek. Blues heb ik nog niet echt veel ontdekt. Dus naarmate dat lessen vorderen, heb ik enorm veel muziekgenres leren kennen en veel muzikanten leren kennen. Nieuwe dingen, nieuwe technieken, dat ik nooit van hoorde of nooit naar luisterde, maar die nu natuurlijk wel veel interessanter vind. Worden altijd beantwoord. Al je vragen dat je tijdens dat je thuis oefent, kan je meebrengen naar de les, kan je daar beantwoord krijgen. Begonnen met spelen was het meer de bedoeling eigenlijk als een hobby. Ik wist eigenlijk niet juist dat ik zei, ik ga een gitaar kopen, ik ga kijken wat dat is. Maar naarmate dat ik er meer mee bezig was, zoals het, meer en meer spelen. Zonder dat je het weet, dat je er enorm veel tijd aan besteedt. En ja, dat is eigenlijk van een hobby is het een hele grote hobby geworden. 70% van mijn tijd. Ik zit zoeken naar lessen en het heeft niet zo heel veel aanbod. Ik ga wel in de muziekschool beginnen, maar dat is, voor mij was dat niet echt een optie, omdat dat... Dat is heel anders, klassieke gitaar. En dus als je wel een beetje je eigen genre opbouwen, een elektrische gitaar, dan heb je eigenlijk niet veel keuze om... Er zijn niet veel mensen die je eigenlijk goed kunnen begeleiden op een professionele manier. Dus ik had een rap gitaartrainingstudio gevonden. Dus dan na een proefles, waar rap gezien dat de goede methode ging zijn om bij te leren. Thank you.